je zei dat je nog twijfelde. Ja. Tussen wat en wat? Nou, die zijn het allemaal niet geworden. Okay. We hebben uiteindelijk één besloten om te nemen. Goed, en welke is het? Het wordt 6. Koffer 6? Ja. Verrassend. Okay, koffer 6. Breng hem maar deze kant op. En waarom werd het uiteindelijk koffer 6? 2006 is onze zoon geboren. Ah, vind ik een hele mooie reden. Yes. Je mag de eerste 6 koffers open gaan maken. En ik hoop op een fantastisch bedrag. Here we go. Ik begin bij 1. Koffer 1. Koffer 1, maak maar open. Zo, boem. Meteen €400.000 eruit. Maar die is dan maar weg. De volgende 2? Of? Wou je het rijtje af? Nee, ik ga niet het rijtje af. Oké. Okay. Ik ga koffer 5. Koffer 5. Nou. Ik val even stil. Ja. Waarom heb je niet gebeld, Kevin? Ja, dit was hem. Als jij nog gebeld had, dan hadden we nog iemand blij gemaakt met een ton. En nu denken we, hè, de 5 miljoen meteen al eruit bij de tweede koffer. Ja. Oké, we gaan even... Even terug naar hoopvol. De volgende. 20. 20. Het kan alleen maar lager worden nu. Dus ja, het kan. Nou, dat moet je niet te hard zeggen. Er zijn nog 4 bedragen hoger. Ja. Maar nee, we gaan nu echt iets uit die linker kolom halen. Jee, jee. 26. 26. Oh! Ja. Ik zeg dus. We gaan nu iets uit die linker kolom halen. JJ zegt 26 en jij klingelt met de bel. Ja. Ja, want jij hebt er een goed gevoel over. Ja, dat is mijn geluksgetal. Nou kijk, ga dan maar even staan. Want we duimen voor jou dat het iets leuks is. Als het meer is dan €50, zit er in elk geval een stijgende lijn in. Laten we daarvoor gaan. Wat zit er in koffer nummer 26 voor Kevin? Oh. Wat goed! Dankjewel! Oh, gefeliciteerd! En dankjewel dat je de gouden bel in ere hebt hersteld. €50.000, wat ga je ermee doen? Ben er nu niet helemaal over uit, maar ik denk mijn huis duurzaam maken. Nou, hartstikke goed. Jeetje, maar wat een bummer voor jou. Oh, wat een slechte ronde tot nu toe. En we moeten nog 2 koffers openmaken. Het moet nu echt een lage worden. 21. 21. Ja, hè. Gelukkig, een tientje. Nog een lage. De kans dat je een lage pakt wordt ook steeds groter. Ja, precies. De volgende. 25. 25. Naast die 2,5 miljoen zit toch niet weer iets hoogs? Nee, toch? Nee, €20. Die is lekker. Ja, wat kan ik zeggen? Ik wil altijd heel positief zijn, maar het is natuurlijk best wel ruk dat de 2 hoogste eruit zijn. Maar we weten allemaal, het tij kan keren. En wat is de koffer waard? €16.000, ja. Je zei nog, met €50.000 ben ik al helemaal blij. Maar dat is het nog niet. Nee. Het is €16.000 en als je doorgaat moet je 5 koffers openmaken. Ja. Die keuze is niet zo moeilijk. Die is niet zo moeilijk, nee. Toch? Nee, dat doen we toch? Dan gooi je hem dicht. Heel goed, JJ. We gaan door. Geen deal. €16.000. Dat is niet waar de miljoenenjachtfinale onbekend staat. Als het nu goed gaat en je haalt er 5 lagen uit, dan kan het nog helemaal keren, hoor. Het kan echt nog. We moeten niet de moed op gaan geven, omdat het even niet zo lekker liep. We gaan gewoon met frisse zin door. Welke koffer wil je openmaken? 14. 14. Prima koffertje. Yes. Een lekkere van €1.000. Gaat het, Christina? Ach, Gosje, je hebt een glaasje water, hè? Ja, ja. Ja, goed zo. Oké. Okay. Nog 4. 12. Koffer 12. Ja! Nou gaat hij lekker.
Houd dit vast. Ja, ik weet niet wat je doet, maar dit gaat goed. Koffer 24. 24. Ja hoor, weer een goeie. Alles uit de linkerkolom is helemaal prima. En we moeten er nog twee. Waar zit die cent? Die cent of die 20 cent, de euro, de 5 euro? Ik hoop bij 16. Ik hoop het ook. Zit er een lage in koffer 16? Nee. Weer een miljoen weg. Ja. Oh jee, oh jee. Je moet er nog één. En niet de 2 miljoen en de 7,5 ton, alsjeblieft. Nee, is niet leuk. En die tonnen ook laten zitten, dan kan het nog. Nummer 2. Nummer 2. Ja, dat is weer een goeie. En we zijn er, hè? Dit was hem. Er zijn nog 15 koffers in het spel. En we hebben nog 3 tonnen, zeg maar. 1, 2 en 3 ton. We hebben de 7,5 ton nog. En de 2 miljoen als enige echte belangrijke. En die zou maar zo in koffer 6 kunnen zitten. Wie weet. En wat is die waard? Nou, we zijn wel gestegen. Laten we even het van de positieve kant bekijken. Want dit is meer dan verdubbeld. Je had 16.000 euro en de koffer is nu 38.000 euro waard. Ik doe hem open. Als je doorgaat, moet je 4 koffers openmaken. Ik hoef jou niet uit te leggen dat als je dan de 2 miljoen en de 7,5 ton eruit vist, dat je weer gaat zakken. Ja. Maar jij staat op dit moment niet te gokken met tonnen, zoals sommige mensen doen. Precies. Dus durf je het nog een keertje aan? Ja, hè? Ja. Ja, zo ver gekomen. Nee hoor, en nu gaat het goed. We gaan nu allemaal even, en heel Burgum doet mee, we gaan nu allemaal even positieve vibes richting JJ en Christina sturen, dat hij nu 4 lage koffers eruit vist. 13. 13 hebben we die maar gehad. Altijd spannend. En dat is een hele goeie. 20 cent. Ja. Koffer 13. Dat is mooi. Die brengt gewoon geluk. 15. Koffer 15. Lekker. Hij gaat goed. Hij gaat goed. Eindelijk. Dit waren 2 goeie. En gewoon dit nog een keer. 2 koffers met een laag bedrag. En dan hebben we het over hele andere bedragen. 18. 18, alsjeblieft. Hou hem laag, hou hem laag. Ah, ja. 100 euro, weer een goeie. Heb jij een idee waar die cent zit, Christina? Die ene cent? 9. 9. Denk je 9? Ik dacht 23. Oh, 23. Ligt iets uit elkaar. Maar ja, het is jouw koffer, dus jij mag beslissen. Wil je koffer 9 of wil je koffer 23? Je mag ook bij je eigen gevoel blijven, hè? Ging lekker. Als die dan heel hoog is, heb ik het gedaan. Dus dat... Ja, maar als het 9 is en het is niet goed, heeft zij het gedaan. Dus ja, dat... 23. We doen 23. We doen 23. Oké. Ja, het is een middenmotor. Ja. Ja. Ik had liever 50 euro, maar 2 miljoen was vele malen erger geweest. Ja. We hebben nog 11 koffers. 2 ton, 3 ton, 7,5 ton en 2 miljoen, dat zijn de hoogste. En dan nog een heleboel lagen. Dus ik denk niet dat jij al een koffer hebt die een ton waard is, helaas. Dat hadden we niet zien aankomen, Christina. Nee, ik ben ook verbaasd. Het is een prachtig bod. Maar ja... Er zit nog 2 ton in, er zit 3 ton in, dat is al veel meer. Maar 2 miljoen is natuurlijk echt vele, vele, vele malen meer. En de kans dat je hem hebt is bijna 10%. Wat vind jij, Christina? Zeg jij eens even wat je denkt. Let's go with the flow, hè? I love her. Leuke vrouw heb je. Ja hoor, zeker. Een hele leuke vrouw. Dat wist ik al. Ja. En je houdt ook van hem als het niet goed gaat, toch? Jawel, jawel. Nou, daarom. Ik doe hem open. Ik ga het aan je vragen. Maar je mag er nog even over denken. Want het is best een moeilijke beslissing.
81.000 euro. Dat is wat koffer 6 op dit moment waard is. Als je doorgaat, moet je 3 koffers openmaken. En als je dan 7,5 ton en de 2 miljoen eruit haalt, dan is het vrij dramatisch, want dan gaan we enorm kelderen. Ja. Als je de 2 miljoen laat zitten en alleen de 7,5 ton eruit haalt, dan is het niet zo erg. Als je ze allebei laat zitten, kan je maar zo... Dan wordt het interessant. Ja, dan wordt het heel interessant. Dat gaan we doen. Give it a try. Hoe is het met je hartslag? Eigenlijk nog best wel goed. Echt goed? Ja. Dat is fijn. Je moet er 3 openmaken. Laten we eens beginnen met die cent. Waar zit die cent toch? Laten we de bovenste rij wegspelen. 22. 22, daar zit die cent. Hoopt JJ. Nee. Nou, ik ben al blij met 2 ton hoor. Ja, het is hartstikke veel geld, maar hoeveel erger was het als er een 0 achter had gestaan? Ja. Dan had ik nu met mijn hoofd op die desk gelegen. Nog 2. Nummer 11. 11. Ja. Allemaal duimen, dames en heren. Oh, hij is al open. 50 euro zat erin. Hij was al open voor ik er erg in had, maar wat goed. Ik had niet eens tijd om nerveus te worden. Nog eentje. Ik wil die cent kwijt. Ik wil die cent kwijt, ik ook. Ja. Of die ene euro, die cent. Waar denk jij dat die zit, Christina, die cent? Wat zei je nou net? Nummer 9 zei je. Nummer 9 zei ik, ja. Maar ja. 9. 9. Je houdt ook van er als het misgaat, ja, hè? Ja hoor. Oké, goed zo. We doen koffer 9. En ik hoop dat die cent er zit. Ja, was een goeie. Heel goed, Christina. Lekker hoor. We kunnen spreken van een topronde. Echt waar. Dat was wel een goeie. Hartstikke goed. Oké, die 2 ton vloog eruit. Maar verder waren de 2 hartstikke lagen. En jullie zijn een heel goed team, blijkt. We wachten in spanning af. Laat maar zien. Oh, het is verdubbeld. Ze hebben het weer verdubbeld, plus 1000. Want we gingen van 81 naar 163.000. We mogen niet mopperen over de welwillendheid van de bank. Het kan ook het bod zijn waarmee ze je hopen zover te krijgen om je koffer te verkopen. Maar goed, je hebt maar 3 kansen op meer. En een heleboel kansen op minder. Nou, je kan ook zeggen, je hebt een heleboel kansen dat je een lage eruit vist. Ja, maar als je die hoge eruit vist, dan gaat die niet omhoog. Nee, als je ze er allebei uitvist. Zeker niet als je er allebei... Je moet er 2 openmaken, hè? Dus stel je haalt in het slechtste geval de 2 miljoen en de 7,5 ton eruit. Ja, dan is 3 ton het enige en met een hoop lage bedragen. Dus dan kelder je naar ongeveer wat je aan het begin had. Maar als je de 2 miljoen laat zitten... En je hebt nog maar 6 koffers. En een kans van 1 op 6 op 2 miljoen. Als je alleen de 7,5 ton laat zitten, dan ga je wel ietsje zakken, denk ik. Maar is je koffer nog steeds wel wat waard? Maar het is aan jullie, want 163.000 euro is heel veel geld. Het is heel veel geld. Wat vind jij, Christina? Ik voel nu wel een twijfeltje, of niet? Nee. Wij kunnen nog 2 openen. Ja. Kijk, ik heb 3. 5 lage bedragen. Hè? Ja, de kans dat je een lage pakt is groter dan dat je een hoge pakt. Ja. Maar aan de andere kant, als je een hoge pakt, is er ook niet zoveel meer over. Dat is het vervelende. Ja, en nogmaals, die 2 miljoen kan ook in jouw koffer zitten. Ja, absoluut. Volgens mij zat vorige week ook de 2 miljoen in de winnende koffer. Even voelen. Wat gaan we doen? Maak hem open. Je hebt nog even tijd. Ja, je hebt nog even tijd. 163.000 euro kun je nu krijgen voor koffer nummer 6. Ben je overal vanaf? Valt de spanning van je af? Huis verduurzamen, leuke reis boeken. Of durf je het aan om 2 koffers open te maken? En misschien nog veel meer te winnen.
Je staat er maar één keer. Zo is het. Toch? Zo, exact, je staat er maar één keer. En alleen de mensen die durven winnen de hele hoge bedragen. Natuurlijk is er een risico. Nou, allemaal duimen. Kom op, Burgum, duimen. Dat we nu allereerst die cent even vinden. Of die 25.000. Wat mij betreft die 3 ton als we die twee hoogste maar laten zitten. Welke wil je? 4. 4. Ik heb een hele hoge hartslag. Wat een lekkere! Ze maakte het wel erg spannend, hoor. Ja! Nou, dat was niet leuk. Ja, ze maakte het heel spannend. Ik dacht ook, oh jee, gaat niet goed, maar er zat een euro in. En we moeten er nog één. En inderdaad, we hebben weer het scenario. Je kunt niet en de 7,5 ton en de 2 miljoen eruit halen, maar liever allebei niet. Alles behalve die 2. Desnoods die 3 ton, maar het liefst die cent. Dan ga ik gillen. Ik waarschuw iedereen vast. 1 cent. 7. 7. 7, is dat een goeie? Ja! Yes! Ja! Oh my god! En die stomme cent zit er nog steeds in, hè? Ik vergeef het hem nu. Oh, ik ook. Oh, wat goed. Wat heb je dit goed gedaan. Ik vind het echt dapper, hoor. Want hier had je echt lef voor nodig. Ik denk dat een heleboel mensen op de knop hadden gedrukt. En jij hebt nee gezegd tegen 163.000 euro. En 2 lagen eruit gehaald. Dus jij moet flink stijgen. Wat zou het worden? Ik ben zo benieuwd waar ze nu mee komen. Gaan ze je verleiden tot nog een koffertje openmaken? Of gaan ze nu voor de kill en denken, nou, nu komt een offer he can't refuse? Ik weet het niet. 163.000 euro was het vorige bod. Er zijn 2 lagen uitgegaan. En echt lagen. En nu is het... Kijk, we kijken even naar de ouders. Dat is duidelijk, hè? Ja, daar is geen woord Spaans bij. Dat is heel duidelijk. Christina, doe jij ook dit? Of denk je, nou ja, 1 koffertje kan nog wel? 1 moet. 1 hoor. 1. Er zitten er nog 6 in. De kans dat het goed gaat is 5/6. De kans dat het fout gaat is 1/6. Dan zijn we 2 hoger dan wat daar staat. Nou ja, en niet een klein beetje hoger, hè? Wel echt. Ik bedoel, 7,5 ton serieus. Is meer dan het dubbele. En sorry. 2 miljoen is echt wel veel meer dan wat er geboden wordt. Maar we mogen niet klagen over het bod van de bank, want dat is zeer fair. 325.000 euro. De vraag is, durf je nog 1 koffer open te maken? Ik gooi hem open. Als je doorgaat, 1 koffertje. Als je de cent eruit haalt, ga je stijgen. Als je de 2 miljoen eruit haalt, ga je naar beneden. We hebben een deal! Echt heel goed gedaan. Ik vond je heel dapper, echt waar. Dat is zo. Wilde jij niet? Oh, goed zo. Goed zo. Wat lief. Heerlijk, jongens. Jullie hele huis wordt verduurzaamd. Je kunt lekker gaan plannen waar je naartoe op reis wilt. Wat is de eerste bestemming die in je hoofd opkomt waar je dolgraag eens naartoe zou willen? Ik wilde graag een keer met de familie nog naar Canada. Maar dat is op dit moment wel heel erg duur. Ja. Als je dat wil regelen. Ja. Ik zie weer wat ruimte te komen. Je ziet weer mogelijk. Hartstikke leuk, met z'n allen naar Canada. Ja. Goed, nou, we kunnen opgelucht doorgaan, maar we willen natuurlijk weten wat was er nou gebeurd. Als jij wel dat ene koffertje had opengemaakt, was dat dan het fatale koffertje? Of had je dit nog prima kunnen doen? Welke had je genomen?
Gezien mijn start is het natuurlijk heel logisch dat hier 2 miljoen in zit. Ja. Ja, het zou me niks verbazen. Maar dan had ik 19 gekozen. 19. Ja. Wat zit er in koffer 19? 25.000 euro. Die had gekund. Stel, je had het nog steeds gedurfd. Je was een beetje de weg kwijtgeraakt en je dacht, ja, kan mij allemaal niet meer schelen. Ik maak er nog één open. Welke had je dan genomen? Koffer 8. Koffer 8. En hier was het misgegaan. Hier was het fout gegaan. Want nu was je gigantisch gezakt. Maar nog steeds blijft het spannend. Want heb je nou 7,5 ton in je koffer? Ja. Of een cent? Welke nu? Nummer 3. Nummer 3. Daar is hij. Daar zat hij. En dan 17 of 10? 17. 17. 3 ton. Het is of 50.000 euro of 7,5 ton. Maak er maar open hoor, koffer 10. Oei. What? Toch een goede koffer gekozen. Ja, zeker. Ja, koffer 6 was een goeie. Nou, allemaal een glaas champagne. Ook even de ouders. Kijk eens, alsjeblieft. Ali ook een glaasje. Voor de schrik. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft, proost hè. Cheers. Wie had dit gedacht hè? Nee, helemaal niet. Jullie staan helemaal te trillen volgens mij. Nee. Nou ja, je moet ineens naar voren en dat is nog niet zo slecht, maar. Nou, ik zie een hele gelukkige familie uit Burgum hier. Dat was het voor vanavond, maar ik neem nog geen afscheid voordat ik de laatste thuiswinnaar bekend heb gemaakt. Uw naam staat nu in beeld, 10.000 euro verdiend. Over een week, de laatste miljoenjacht van dit seizoen. Ik hoop dat u er dan ook weer bij bent. Namens de Postcode Loterij en alle goede doelen, grote dank voor het kijken. Nog een fijne avond en tot zondag. Dag! Miljoenenjacht werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.